Met het recente probleem van de vluchtelingen, denkt u dat er genoeg plek op de wereld is voor iedereen? Ik denk dat er wel genoeg plek is voor iedereen. Want de wereld is wel groot genoeg. Dus er is wel genoeg plek, alleen er kunnen ook nog wel mensen bij eigenlijk. En wat vindt u dan van de vluchtelingen? Nemen die te veel plek in West-Europa? In West-Europa daar zit het nog niet helemaal vol, maar het begint wel steeds voller te raken. En als er dan steeds meer vluchtelingen bijkomen, op een gegeven moment kunnen we ze niet meer aan. En dan raakt West-Europa of heel Europa overbevolkt. En dan de mensen die dan in het land zelf wonen, in hun eigen land, die kunnen dan, die gaan dan bij de overheid klagen. Omdat ze vinden dat hun eigen land te vol raakt. Maar vindt u het dan reëel om mensen terug te sturen naar hun eigen land? Terwijl ze daar toch het gevaar lopen om oorlogsslachtoffer te worden? Ze kunnen hier wel eventjes blijven en dan hier even veilig wonen. Zodat ze daar in hun eigen land geen gevaar lopen. Maar als het dan weer veilig wordt in hun eigen land, dan moeten ze wel weer terug. Want dan kunnen ze daar weer een eigen bestaan opbouwen. Want er is wel plek voor iedereen op deze wereld, maar niet allemaal op dezelfde plek. Niet iedereen kan in Europa leven. Ook de mensen moeten ook gewoon verspreid worden. En daarom moeten ze ook gewoon in hun eigen land gaan leven als het weer veilig wordt. En wat vindt u ervan, meneer? Iedereen is gewoon op zoek naar geluk en veiligheid. Zo ook de vluchtelingen. De piramide van Maslow geeft bijvoorbeeld ook aan dat dit een erg belangrijke behoefte is. Aristoteles zei ooit, geluk is de bedoeling van het leven en de betekenis van het leven. Het is het doel van de mens en het einde van het menselijk bestaan. Het is dus menselijk instinct om in een situatie van gevaar en ongeluk een nieuwe plek te vinden om daar je geluk uit te breiden en je veiligheid veilig te stellen. Daarom vind ik dat we bijvoorbeeld de vluchtelingen binnen ons land moeten laten. Ik denk dat er genoeg plek op de wereld is voor iedereen. Natuurlijk niet alleen in Nederland, maar als we de situatie in de wereld met oorlog en dergelijke stabiliseren, dan denk ik dat er genoeg plaats is voor iedereen om een gelukkig leven te leiden en een droom achterna te zitten. Vind je het reëel om vluchtelingen terug te sturen naar hun eigen land? Ik zat me laatst bedenken hoe het überhaupt kan dat er zoveel vluchtelingen zijn. Doen mensen elkaar dan zulke slechte dingen aan, waardoor eigenlijk ieders geluk verstoord wordt? Ik kan niet goed bevatten dat mensen elkaar zo dwars zitten dat ze uit hun eigen woonplaats gedreven worden. Allemaal door iets wat buiten hun macht is. In die zin denk ik dus zeker dat we vluchtelingen binnen moeten laten. Omdat zij er dus eigenlijk niks aan kunnen doen dat ze moeten vluchten. Ze hebben alleen maar leed gehad hiervan, dus kunnen wij het beste proberen hun verder leed te besparen. Denkt u dat er genoeg plek is voor de mensen op deze wereld? Nee, ik denk niet dat er genoeg plek is voor iedereen, omdat de wereld simpelweg te klein is voor alle mensen. De enige plek waar het nog niet druk is, zijn de gebieden waar het bijna niet te leven is. Kijk naar India, met zo'n grote bevolkingsgroei. Die zullen zich ook gaan verspreiden en het wordt in alle landen druk. In Nederland begint het al vol te raken. Het is niet mogelijk om veel vluchtelingen te accepteren in Nederland. We leven nu alleen op het land. Maar met de technologie van tegenwoordig moet het best mogelijk zijn om ook onder water te kunnen leven. In tijden van nood moeten mensen experimenten uitvoeren waardoor leven onder water mogelijk moet zijn. 1/3 van de wereld bestaat uit land. Zodra dat overbevolkt raakt, kunnen we overwegen om onder water te leven. Onder water is nog 2/3 van de hele wereld en dat zou het probleem grotendeels moeten oplossen.